Deze nieuwsuitzending. <laughs> nou, ik heb het nou al verklapt. <laughs> het is voor u te bescheuren. Lachen met katholieken. Ja, dan denk je dat het niet erger kan, hè? Dat je alles gehad hebt. Dat is helemaal niet waar. Dus, <laughs> Die kardinaal, hè? Die kardinaal was in Argentinië tijdens de vuile oorlog. En tijdens de vuile oorlog... in Argentinië heeft die kardinaal... zijn mond echt goed dichtgehouden. Want dat, dat, nou, dat is toch logisch? Ja, wees nou eerlijk. Kijk, je bent kardinaal... of je bent het niet hoor. En je bent kardinaal van de katholieke kerk... en in jouw land wordt een vuile oorlog gevoerd... van de regering... tegen het eigen volk. En wat hoor je dan te doen? Wat hoor je nou als kardinaal te doen. in zo'n situatie? Ja. Ja, natuurlijk pak je dan de Bijbel erbij. Ja, want je bent katholiek. en dan wil je toch even weten. waar je precies tegenin moet gaan. Ja, want als katholiek. Die, uh, dat is een beetje raar volk hoor. Ik maar, zal ze dadelijk maar uitleggen. hoe dat dan precies in elkaar zit. want we gaan lachen met katholieken. Maar goed, deze kardinaal. die heeft dus gelijk de Bijbel erbij gepakt. en die is gaan bladeren. en die kwam uit bij. Uh, de brief uh, van, uh, aan de is dat van Paulus of zo. Dan kom ik, pak hem er zelf even bij. Het ja, is heel goed, het is even een les, want ook voor jullie. Uh, jullie willen natuurlijk weten: van ja, Perry, je hebt het zo vaak over katholieken. maar ik snap het nog niet helemaal goed wat het nou inhoudt, het katholicisme. Kan je er nog iets over vertellen? Nou, daar heb ik nu helemaal geen zin in. Maar ja, aan de andere kant, ik vind lachen vind ik wel weer leuk. Dus. Uh, dus dan gaan we even kijken. Ik heb hier mijn uh, Statenvertaling. Ja, maar uh, die is helemaal niet met de hulp van de, de katholieken uh, is die, uh, interessant gekomen. Nee, dat weet ik. Uh, daar bemoeit hij mij. Zo. Doe even goed uh, voor het begin van het begin. Uh, toen die katholieken zo fijn christelijk wilden gaan worden. Toen hebben ze dus de, de dat heette de scriptus receptus. De ontvangen geschriften. En wat ik hier in mijn handen heb, de statenvertaling, is een vertaling in het Nederlands van die teksten. Eh. En die katholieken, die denken dan van ja, wij hebben die teksten gekregen, maar er was toch dan de afspraak dat alleen wij ze mochten lezen hè? en dat niet de andere mensertjes. Want ja, nee, want waarom zijn ze anders aan ons gegeven? Dat, dat zijn katholieken, snap je? Dus uh, als je dus. Uh, uh, als, als, als Microsoft, bij wijze van spreken. Hè, als, als Microsoft een tekstverwerker geeft aan de paus. dan zegt de paus: oké, okay, copyright de paus. En dan zegt Bill Gates: Ja, nee, je hebt alleen maar een kopietje van, uh, van dat werkende ding gekregen. Nee, zegt de paus: Jij ja, hebt mij die tekstverwerker gegeven. en nou wil ik de broncode hebben. en iedereen: Het is van mij nou. Dat kan het er helemaal niet. Maar nou goed. Er is dus die apostel Paulus geweest. En die heeft een brief geschreven aan die van Efeze. En daar staat in hoofdstuk 6 van die brief: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Dus nou, die kardinalen, Bergoglio heet hij. Uh, die leest tussen Ik denk, ja, precies. Hier staat het. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. En wat was ik ook alweer? Even nadenken. Oh ja, ik was katholiek. Ja, ik weet het weer. Um, which, uh, de overheid strijdt tegen vlees en bloed. Nou, dat zegt Paulus, dus. De overheid strijdt tegen vlees en bloed. Nou, dus volgens Paulus is hier helemaal niks aan de hand. Dus, Gorge uh, Mario Bergoglio die hield nekken zijn mond. Want de overheid was lekker bezig om ja, jonge mannen, jonge vrouwen, die werden van straat afgeplukt, ze werden gemarteld, die vrouwen werden verkracht. Uh, en er zijn er iets van 30.000 burgers zonder enige vorm van proces, uh, die zijn uit helikopters gedonderd. En die zijn te plekken gevallen in de oceaan. En ja, die zien we nooit meer terug. En die Gorga Mario Bergoglio, die kardinaal eh, van die dagen, heeft er niets van gezegd. Helemaal niets. Er zijn in die dagen ook 105 medewerkers van de katholieke kerk. Uh, die, uh, heeft het, die, die waren gewoon hetzelfde lot. Die hebben ook de dood gevonden. Daar heeft Gorgo Mario Bergoglio helemaal niks van gezegd. En ja, daarmee weet je dat Gorgo Mario Bergoglio zich helemaal niets interesseert. Al voor zaken waarbij een overheid zich te buiten gaat aan criminele, gewelddadige misdragingen. Dat interesseert hem helemaal niks. Hij was toen kardinaal. Hij was hoofd van de Jezuïetenorde. Dus hij was niet een kardinaaltje. Nee, hij was echt een vette kardinaal. En later zou hij paus worden. Nou, dat word je niet zomaar. En Paulus, die zegt dus tegen die Efezen, die mensen van A A.N.D. D van Evesen, zegt hij... Want, uh, wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar we strijden tegen overheden. Tegen dat principe. Aan de paus niet. En de paus is geen christen. Laat dat goed op je inwerken... De hele organisatie van de katholieke kerk, dat is heidendom. Heidendom met een, een façade van christelijkheid. Maar als je de Bijbel erbij pakt, dan kom je op genoeg plekken kom je teksten tegen waarvan jij zal zeggen van ...hé, hey, dit kan helemaal niet. Als je dan dat vergelijkt met het gedrag van de katholieke kerk, dan, denk je, dan zal je zeggen dat kan helemaal niet. Hoe kan de katholieke kerk dat nou doen? Nou, dat komt omdat de katholieke kerk helemaal niet christelijk is. Dat hebben ze nooit willen zijn. Ze hebben destijds toen dat eerste grote concilie kwam, het concilie van Nicea in 325. Dat hebben ze. dat hebben ze opgezet. Ze hebben aangeslingerd. met als doel. om de christelijke beweging over te nemen. En het doel daarvan was. om het christendom te gebruiken. als instrument. om de macht in Europa. in eerste instantie Europa. om de macht te krijgen. Om die, hun macht. ze waren toch al machtig. Maar om. Hun macht. Te, ja, in het zadel te houden. Want ze waren al heel machtig in Europa. Dus Babylon, daar gaat het om. Tja. Zo zit dat. Nou, en wat lees ik nou op Prison Planet? Daar staat dat uh, die Paus Franciscus, die dus toen kardinaal was in uh, Argentinië tijdens de Vuile Oorlog. Die duurde uh, jaren 70, jaren 80 van de vorige eeuw. En die mensen die opgepakt werden, dat waren geen criminelen. Dat waren mensen die. die, uh, die schreven pamfletten. Ja. Die waren het niet eens met het dictatoriale regime. Van die... even kijken, wie was dat toen? Dat was ook de, de vader van onze koningin. Maxima of Maxima, hoe weet ze. Die was toen minister voor Landbouw. Argentinië. De Vuile Oorlog in Argentinië. Oh, die was van 1976 tot en met 1983. Even kijken wie er nou uh, aan het hoofd stond. Oh ja, Fidela, die was dat. Fidela tot en met 1981. En daarna kwam Viola en Galtieri. Ze waren verantwoordelijk voor onwettige arrestaties, marteling, moorden en de verdwenen mensen. Het ging, die mensen die dan de bok waren, dat waren vakbondsmedewerkers, studenten en andere activisten. En de schattingen die er zijn over het aantal mensen dat de bok is geweest, die lopen uiteen van 9.000 tot 30.000. 9.000 tot 30.000 mensen. Ja, ja. Dat is dus die paus van ons. Die was toen kardinaal. En die paus die heeft nu uh, afgelopen vrijdag of zo, ja, dus afgelopen vrijdag, heeft hij gezegd dat hij overweegt om in de catechismus van de katholieke kerk uh, op te nemen. Een nieuw soort zonde. En dat is een zonde tegen de ecologie. Ecologische zonde. Dus tegen het milieu, zeg maar. Het is een actie of nalatigheid tegen God, tegen andere mensen, tegen de gemeenschap en tegen de omgeving. Het is een zonde tegen de toekomstige generaties. En in diezelfde speech heeft hij gezegd dat de ontwikkelingen in de politiek en in het zakenleven hem doen denken aan de donkere episode. Episodes van de menselijke geschiedenis. Waaronder het verhaal met Adolf Hitler, zijn Derde Rijk. En Adolf Hitler, toen hij de baas was geworden in Duitsland. toen had hij een hele hoop communicatie met de paus. en die verliep via Frans von Paapst. En Paus Pius XII was toen de paus en die wordt ook wel genoemd Hitler zijn paus. Adolf Hitler is ook nooit geëxcommuniceerd. Dus de paus van die dagen had net zoveel problemen met het gedrag van Adolf Hitler als dat kardinaal Jorge Mario Bergoglio had met de junta van Fidela. Hiermee kan je zien dat als je het hebt over het katholicisme, dat je het hebt over liggend tuig. Oh. Want Franciscus, Gorgio Mario, Bergoglio, weet dat Pius XII de, de andere kant op keek als het ging om die misdragingen van Adolf Hitler. En hij weet ook dat Pius XII in die dagen opdracht heeft gegeven om een miljoen mensen in Kroatië om zeep te helpen. En de zonde, om het maar even zo te zeggen, van die mensen was dat ze of van de Joodse afkomst waren. Een soort erfzonde. Geboren met zonden en die zonde heet Joods zijn. En die andere zonde was dat ze Servis-Orthodox waren. En de hekkensluiterzonde was natuurlijk dat ze niet katholiek wilden worden. Dit weet. ...Gorge Mario Bergoglio... ...dat de katholieke kerk verantwoordelijk is... ...voor de miljoen doden in Kroatië. En Kroatië is helemaal niet zo'n groot land. Daar wonen helemaal niet zo gek veel mensen. Zeker in die tijd niet. En die miljoen is een beetje ruim geschat hoor. Maar... Ik wil even kijken naar hoeveel mensen... ...heb je dat gekeken wat vind? Bevolkingsgroei... Ik had laatst zo'n leuk grafiekje gevonden. Of je dat ook van Kroatië kan vinden. Bevolking Kroatië. Dat is nu 4,6 miljoen. Ze hebben toen misschien wel de helft omgelegd van de bevol bevolking. Het was niet helemaal een miljoen hoor. Dat... Ik rond het even af op een miljoen. Het is maar wat. En dan gaat de paus... die gaat, het dan, uh, die gaat dan zeggen van... Uh, wat er nu gebeurt met het milieu... door de regeringen... dat doet me denken aan de tijd van Adolf Hitler. Hij moet zich schamen. Huh? Wij zouden iedereen die... Ja, en het probleem... Ja, ik wou zeggen iedereen die te maken heeft... met die katholieken... we zouden daar die mensen op aan moeten spreken... Maar de mensen van het katholieke geloof, voor zover ze er nog zijn. Ja, de kerken zijn zo goed als leeg. Ik zou die mensen eigenlijk maar met rust laten. Ze kunnen verder niet veel kwaad. Ik bedoel, kwalijker is het dat onze regering. buiten ons medeweten om. een overeenkomst heeft gesloten met de katholieke kerk. We hebben een concordaat getekend. Zo heet dat. Dat is ook de reden waarom onze koning uh, contact houdt met de paus. Dat is misschien ook wel de reden dat uh, Willem-Alexander, die Argentijnse vriendin. Uh, moest trouwen, want zij was een goede bekende van de paus. Dat de paus dat wel goed vond, van ah, dan doe maar die uh, Maxima, want die ken ik. Ja, Zo ver gaat de invloed van de paus. Ja, de rol van de paus in de politiek die is niet minder geworden. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Je kan rustig zeggen: de rol van de paus in de politiek is alleen maar steviger geworden in de laatste jaren. In de laatste tientallen jaren, in de laatste eeuw. Ja, het is heel erg. En onze regering, wij, wij zouden. Inzage moeten hebben in dat concordaat. We zouden moeten weten wat er afgesproken is. En wij zouden vanwege het feit dat het Vaticaan betrokken was bij die genocide in Kroatië. alleen al dat is voldoende, vind ik. Wij zouden om die reden. het, het concordaat moeten opheffen. Moeten intrekken. Hm. En, uh, dankjewel, uh, maar we doen er verder niks mee. En om die reden zouden we ook uit de Europese Unie moeten stappen. En dan ben je over een hele discussie over Europa wel of Europa niet, wegen of af. En dat je zegt van nou wij willen niet meedoen met een organisatie die uh, punt 1 toch een president heeft aangesteld terwijl we daarop tegen waren. En dat die president dan ook nog een keer uh, jesuït was. Dat, daar willen we niks mee te maken hebben. En daarom trekken we ons terug uit Europa. En dat betekent niet dat wij geen eieren meer verkopen aan het buitenland. Want als het buitenland daarvoor betaalt. en dan mogen ze betalen hoe ze willen betalen, dat maakt niet uit. En dollars, euro's, zeg het maar. Gewoon in goud, mag ook. En dan betalen ze voor die eieren. En wij zijn een netto-exporteur van eieren. Niet te zuinig. En van champignons. Nou, we blijven die producten heus wel uh, aanleveren. Dat is verder geen probleem. Ja, en als er dan een handelsembargo komt tegen ons... dat we geen producten uit het buitenland meer kunnen kopen... maar dat zullen ze niet zo snel doen. Nee, dat zullen ze niet zo snel doen. Maar nou, ze zullen misschien wel zeggen dat er dan geen champignons geleverd meer mogen worden aan Frankrijk of zo. Ja, het so hoor. Kijk, ja, principes kosten geld. En dan, ja, goed de pers bespelen, dat zou ik er wel bij inpakken. Goed duidelijk maakt aan de rest van de wereld. waarom wij uit de EU zijn gestapt. En niet dat, dat ik wil zeggen dat gelul. Dat moet je niet zeggen, dat het vies woorden. Maar niet dat getreuzel en geneutel. wat ze in Engeland doen. Als je één keer de consequentie trekt. dat de rol van de katholieke kerk. tijdens de. de Tweede Wereldoorlog in Kroatië. Dat dat onacceptabel is, daar valt niet over te praten en daar horen consequenties bij. Dan stappen wij per onmiddellijk uit de EU. Wat niet meer inhoudt dat we niet meer betalen, dat is het enige. Wij betalen niet meer. We kunnen dat geld wat we hadden moeten betalen aan de EU, dat hoeven we niet direct uit te geven. We kunnen dat apart zetten ja dat als de situatie verandert en de EU belooft beterschap en la 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 dan hebben wij dat geld nog om alsnog over de brug te komen met de volle poet of een deel wat maar waar willen maar in eerste instantie betalen we helemaal niks meer wij betalen niet meer aan organisaties die banden hebben met het Vaticaan. Ik laat even een pauze vallen, snap je? Ja, het moet een keer afgelopen zijn. En dat uh, mensen in Duitsland en in Frankrijk uh, dat die producten van ons willen hebben, ja, ja dat is geen enkel probleem. Die producten kunnen we wel verkopen. Maar we betalen niet meer aan de EU. We hoeven ons lidmaatschap niet op te zeggen. En als de EU graag onze mening wil over te nemen beslissingen, dan willen wij heus wel naar de vergadering komen. Dan willen we willen wel blijven praten, maar we betalen niet meer. Dus dan gaan we naar zo'n EU-vergadering op eigen kosten. We betalen ons, want politici dan, hè? Die, die betalen hun eigen reiskosten en verblijfkosten. Om die reden maken ze die bezoekjes ook niet te lang. We zijn zo weer thuis. Dat lijkt mij het beste. Dan ga ik weer verder. Wat heeft Franciscus nog meer gezegd? Oh ja, het is dan. Uh, het is geen toeval dat in tijden dat er een wederopstanding is van symboliek die zo typisch was voor het uh, nationaal socialisme. Dat er weer een cultuur komt van waste en hate. Van verspilling en haat. <laughs> ja, ja. Oh, en dan gaat hij ook nog door. Die, die, de verspilling en die haat. En die haat die wordt dan gericht. Tegen homoseksuelen. En dan zigeuners. Joodse mensen en anderen. Er werden Joodse mensen vermoord in Kroatië. 200.000 of zo. Dat is de katholieke kerk geweest. Die heeft 200.000 Joodse mensen doodgemarteld. Ze hebben ze niet eens heelal afgeslacht. Ze hebben ze doodgemarteld. 200.000 Joodse mensen. Omdat ze Joods waren. En bij de Torah of de, de Tanach of weet dat ding. Wat wij het Oude Testament noemen. De Tanach of zo. Die wilden daar geen afstand van doen. Dus werden ze tot de dood gemarteld. Dat is de katholieke kerk geweest. En dan gaat hij nu. met een heilig gezicht zeggen: ja. en al die mensen. met hun nationaal-socialistische jodenheid. En dat over één. Kam scheren met verspilling van goederen en dat is slecht voor het milieu. Ik moet toegeven, zegt hij dan, hè? ik citeer even, ik moet toegeven. Dat als ik luister naar een speech door iemand die verantwoordelijk is voor de orde, voor de handhaving of zo, of voor een overheid, dat ik dan denk aan de speeches door Adolf Hitler van 1934 tot en met 1936. Zo verschrikkelijk. Dit is de antichrist. Dit is de antichrist in actie. Ja, het was de paus die achter het in het zadel helpen. En in het zadel houden van Adolf Hitler zat. En dan. Nu gaat de paus, ja, niet dezelfde man natuurlijk, maar degene die dat ambt bekleedt... ...nu gaat hij dan daar afstand van nemen en zeggen we... ...nou maar die Adolf Wieter, nou, nou, dat was helemaal niks hoor... ...en dat moeten we niet weer hebben. En wup, wup, wup. Maar ze waren het zelf. Snap je hoe ongelooflijk ellendig dit is? En waarom wij, als de Wiede weerga, dat concordaat boven tafel moeten krijgen... Want wij willen weten wat erin staat. Dat is punt 1. Ik wil weten wat er afgesproken is. En punt 2. Uh, het wordt opgezegd. Uh, punt 3. Hangende het onderzoek. Wordt er geen rode rotsend meer betaald aan Europa? Europa krijgt momenteel een deel van de btw-opbrengsten. Dus als jij je afvraagt hoe, uh, waarom dan nou plotseling nodig is dat de BTW in Nederland omhoog gaat. Nou, het Vaticaan, of nou, het Vatica, Vaticaan via de EU, maar dat, dat, uiteindelijk komt dat bij het Vaticaan terecht. Het, de EU krijgt een deel van de BTW. En ze krijgen alle invoerrechten. Dus alle invoerrechten die er geheven worden in de haven van Rotterdam, bijvoorbeeld. Daarvan mogen wij een deel houden voor de administratieve kosten. De rest wordt afgedragen aan de EU. En dat doen we gewoon niet meer. Klaar. En dan krijgen we maar een ruil. Ja, geloof me, dat wordt een rel, jongen. Dan halen we zelfs de krant in Taiwan. En de krant rondom maar een rel. Denk je dat, dan, euh, dat er dan iets ergs gaat gebeuren? Wat kan er nou gebeuren? Dat de Britten ons aan gaan vallen? De Belgen? Denk je dat nou echt? Wij lopen helemaal geen gevaar als wij opstaan tegen die uitermate gemeene en doortrapte pauselijke toestanden. We moeten paus nemen zonde tegen het milieu. Die, die boerensector hier in Nederland, die agrarische sector, die willen ze gaan halveren. Snap je dat dit. Dan willen ze gaan halveren om het milieu te redden. Dit komt van de paus. Als wij dat concordaat opzeggen en we stappen uit de EU, dan loopt onze agrarische sector geen enkel probleem meer. En dan kan je zeggen, ja, maar uh, uh, met de hoge velen, met die stikstofarme gronden, hoe moet het dan verder? Uh, want uh, gaat het dan wel goed? Ja, ben jij wel goed bij je hoofd? Kijk, Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Het is het op drie na dichtstbevolkte land ter wereld. Dat is niet de locatie waar je kan gaan denken aan een groot natuurgebied met stikstofarme gronden. Waar geen plant of wat dan ook kan groeien. Alleen hele bijzondere kwetsbare plantjes. Denk een beetje na. Dat zijn. Niet-realistische verwachtingen die je dan hebt. Kijk, aan een land als Roemenië... Dan hou ik die even bijpakken. Bevolking Roemenië. Nou, er wonen nog best een hoop mensen, 20 miljoen mensen. Ik gok het maar even En dan krijg je oppervlakte. Roemenië. Ah, Roemenië is 240.000 vierkante kilometer. Moet ik even schrijven hoor. 240.000 vierkante kilometer. En dan hebben ze 20 miljoen mensen? Even afgerond. Nou, Nederland heeft voor het gemak zeggen we ook even 20 miljoen mensen. En wij hebben 40.000 vierkante kilometer. Dus het bevolkingsaantal vergeleken tussen Nederland en Roemenië is ongeveer hetzelfde. Maar Roemenië is zes keer zo groot. Ja, zie je het voor je. Ja, dat je hier in Nederland uh, heb je hetzelfde aantal mensen maar je krijgt er vijf Nederlanden bij. Kijk, dan is er ruimte genoeg om een park de hoogveelheid stikstofarm te houden. Echt waar. Geloof me nou maar. Maar hier in Nederland is dat. Nou, het, ik zeg niet dat het niet kan. Maar daar zal je heel creatief over na moeten denken. En door de, de agrarische sector te halveren, dat behoort niets tot creativiteit in het gebied der oplossingen. Het te meer daar niet alleen de agrarische sector verantwoordelijk is voor stikstofoxide. Maar het verkeer ook. En de industrie ook. En de huishoudens ook. En geloof me op mijn woord, ik weet waar ik het over heb. Dus wat kan ons nou gebeuren als wij niet meer betalen aan de EU? Wat denk je dat er dan gebeurt? Dan kan je zeggen, ja, dan krijgen we ook geen subsidie meer van de EU. Ja, maar wij betalen meer aan de EU dan dat we subsidie krijgen. Dus van, van de 100 euro die wij betalen aan de EU, komt 10 euro terug qua subsidie. Nou, wij betalen niks meer aan de EU. Dus dan houden we 100 euro in onze eigen zak. We geven 10 euro uh, alsnog aan subsidie aan onze eigen ondernemers. Ik de... vraag me ook af waarom dat eigenlijk nodig is. Maar, hè? En dan 90 euro, dat zetten we op de spaarrekening. Daar kopen we goud van of whatever. Of uh, we gebruiken dat om de btw te verlagen. Sterker nog, ik zal de BTW, het lage BTW-tarief, afschaffen. Ik zou wel meer dingen willen afschaffen op dat terrein. Ik zou willen zeggen dat uh, niemand iets als elektronica of zo, dat je alleen maar BTW gaat heffen op uh, luxe elektronica. Dat is alleen voor luxe producten. Maar neem, als je zegt, heet het dan daar? Ik heb hier voor mij liggen een Nokia. Daar kan ik mee bellen en daar kan ik mee sms'en. Nou, ik vind dat een levensbehoefte tegenwoordig. Met een abonnementje van 15 euro in de maand. Eh? Nou, Ik vind op die telefoon, er hoort geen btw op. Waarom? Dat heeft een mens tegenwoordig nodig. So be Iedereen gaat ervan uit dat jij kan bellen. Iedereen gaat ervan uit dat je te bereiken bent. Vroeger hoefde dat niet. Vroeger uh, had je niet eens. Je, uh, ja, her en der had je iemand met een telefoon. Als je dan wilde bellen, dan kreeg je eerst iemand van de centrale. en dan zei je: Ik wil graag spreken met die en die. En dan zei dan de, de operator die zei: Oké, okay, één seconde. En die ging dan daadwerkelijk met stekkertjes. Uh, het ene stekkertje en het andere stekkertje. Dat was vroeger zo, weet je nog? Maar tegenwoordig niet meer. Nou, ik vind BTW op uh, dit soort toestellen als die van mij uh, afschaffen. Nergens van nodig. Je moet geen BTW heffen over producten die mensen moeten kopen. Toiletpapier, geen BTW. Klaar. Kijk, dat je BTW heft over een, een Tesla-auto met zo'n belachelijke elektromotor erin met zo'n belachelijke accu, dat is wat anders. Daar ben ik voor. Doe mensen die, die daar geld aan uitgeven, die hebben geld genoeg, uh, die kunnen die BTW ook wel betalen. Dat kunnen we ook doen, snap je? Dus als wij een morele grens trekken naar die katholieke kerk toe en zeggen we: nou, die katholieke kerk, daar moeten we nog eens heel goed over nadenken wat wij daar eigenlijk mee te maken willen hebben, want er zijn een stelletje maloten die, als in de Bijbel staat dat je A niet moet doen, dat ze juist A gaan doen, of als in de Bijbel staat dat je B moet doen, is dat ze juist B. Uh, nee, andersom. Dus als je staat dat je A moet doen, dan gaan ze niet A doen. En als er in de Bijbel staat dat nou, je moet geen B moet doen, dan gaan ze juist B doen. En dan beweren ze dat ze christelijk zijn. Wil je wel met zo'n organisatie überhaupt te maken hebben? Want je mag in Nederland bijvoorbeeld ook geen sham op de markt brengen als er alleen maar bananen in zitten dan mag je dat geen aardbeiencham noemen. Dus wij zouden dan minimaal moeten eisen dat de katholieke kerk... dat die duidelijk maakt dat de bijsluiter, de bijsluiter van hun product... dat ze geen christelijke organisatie zijn. En dat zou een voorwaarde zijn op basis waarvan wij dan kunnen zeggen... nou oké, okay, dan dulden we jullie. Dan moet je eerlijk zeggen dat je Babylonisch bent dat je al die tijd de boel voor de gek hebt gehouden. Ja, dat gaan ze dus helemaal nooit doen. Dus dan gaan we gaan gewoon kappen met de katholieke kerk. Gewoon helemaal afgelopen. Schande over die mensen. En we betalen niet meer aan die lui. En we betalen niet meer aan de EU. Want dat is allemaal van hun. En dat scheelt ons lekker van geld. En Nederland blijft gewoon bestaan. En de Rijn, die blijft gewoon van ons. En de Waal ook. En de IJssel ook. En de Eems, die ligt iets te veel in Duitsland. Maar ja, daar kunnen we misschien met die Duitsers over gaan praten. En de schelder ligt iets te veel in, uh, in België. Maar nou, daar kunnen we misschien met die Belgen over gaan praten. Misschien dat als wij het goed aanpakken... en dan helemaal stoppen met die EU-ellende... en die pauselijke ellende... en uh, ons gaan beperken tot wat het ook alweer geeft om in een, nou, we zijn toch het dichtstbevolkte land van Europa... en om daar dan op een goede manier met elkaar om te gaan... en voor de rest helemaal, ja, heb je nergens druk over te maken. We worden geboren, onze kinderen moeten onderwijs krijgen... nou, opvoeden en zo, dat doen we zelf wel. En een leger, dat hebben we niet nodig... Een politie in de huidige vorm hebben we ook niet nodig. Ja, als wij dus even lekker even de bezem erin halen. en dan een overheid maken die we nodig hebben. Oh, Piri, dat is wel heel rechts. Nee, dat is helemaal niet rechts. Het is bijvoorbeeld nodig dat mensen. die. Uh, niet voor zichzelf kunnen zorgen, dat die kunnen rekenen, dat die verzekerd zijn van zorg. Ongeacht het inkomen van die mensen. Dat moet gegarandeerd worden. Daar moet de overheid op toezien dat dat ook gegarandeerd is. That's it. Dat is belangrijk. Ministerie van Onderwijs bijvoorbeeld is niet belangrijk, schaffen we af. Ministerie van Cultuur is hetzelfde, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kap er maar mee, weg. Ja, dat, onder, dat ministerie van, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, onze wetenschappers die hebben ons lopen vertellen dat het officiële verhaal van 11 september dat dat uh, helemaal oké okay in elkaar zit en dat is in een keer de eigenschap van staalde gebouwen om af en toe zomaar in stof te veranderen. En dat ja, moeten we ons bij neerleggen. En uh, in Amerika heeft het NIST, National Institute of Standards and Technology, iets vergelijkbaars met TNO hier in Nederland. En het NIST die heeft dan uitgezocht, helemaal uitgeknobbeld, hoe het kan dat die gebouwen in New York in één keer in stof zijn veranderd. En daar was dus wat met die gebouwen... want een gebouw hoort dat niet zomaar te doen. Huh? Ook niet als er een vliegtuig in vliegt. Dan hoort een gebouw niet zomaar in stof te veranderen. Dat is, dat is heel vreemd. Nou, het NIST zegt dat ze precies weten... hoe dat bij die specifieke gebouwen... van het Wereldhandelscentrum, WTC, World Trade Center... hoe het bij die specifieke gebouwen... Wel kon gebeuren. Het NIST zegt dat ze dat weten. Dus er zijn ook helemaal geen vragen wat het NIST betreft over de eventuele mogelijkheid dat er dan explosieven bij gebruikt werden. Want, zegt het NIST, gebouwen zoals die daar stonden, die komen in aanmerking om in één keer in stof te veranderen. En wij weten hoe dat in elkaar zit. Wij hebben het computermodel, wat dat aantoont. En het computermodel, dat mag niet openbaar gemaakt worden. Want dat is copyright van het NIST. En onze Nederlandse wetenschappers, die gaan er akkoord mee. Die vinden dat terecht. Nederlandse wetenschappers, die, je, je, ja, die moeten allemaal ontslagen worden. Die moeten allemaal opnieuw worden aangenomen. Die moeten opnieuw solliciteren. Die moeten allemaal aangeven waarom zij akkoord zijn gegaan met het feit dat het NIST de reden dat die gebouwen in stof konden veranderen al die jaren geheim heeft gehouden. Waarom ze dat goed vinden. En die vraag wordt gesteld als die mensen opnieuw gaan solliciteren naar hun baan. En dan moeten ze een goed antwoord hebben. En natuurlijk nog wat meer vragen. Van Hoek, euh, ook een vraag aan zo'n wetenschapper is: hoe denk jij dat dat kan dat een gebouw van staal euh, binnen zoveel euh, ja, seconden in stof verandert? Zonder dat er explosieven bij gebruikt zijn? Wat is jouw hypothese? En als die man dan komt met een of ander lulkoekverhaal van. Uh, nou, uh, duizenden wetenschappers hebben allemaal uh, hetzelfde idee. En hetzelfde idee is dat het gewoon weer kan. En uh, uh, ja, je moet er niet in gaan tegen wat duizenden wetenschappers zeggen. Oké, okay, klaar, je krijgt je baan niet terug. Doei. Dan heb je een leugenaar te pakken. Kijk, wij kunnen toch als Nederland zeggen dat het genoeg is geweest. Te beginnen met de paus te zien voor wie die is, namelijk een marionet van de Antichrist. En we willen niets met die organisatie te maken hebben, en we willen niets te maken hebben met organisaties die wel met die organisatie te maken willen hebben. Gewoon niets. En dat we ook een brief sturen aan het Koningshuis. En dat we zeggen dat we graag van die mensen een verhaal willen met hun argumentatie. Waarom het terecht was dat Gorge Mario Bergoglio tijdens de vuile oorlog niets heeft gezegd. En waarom de koninklijke familie, op bezoek is geweest bij Gorge Mario Bergoglio. En dan wil ik niet zeggen dat we dan gelijk maar die mensen af moeten zetten en toestanden. Dat gaat me allemaal nog even te ver. Maar we moeten wel duidelijk maken dat wij als, Nederland, als het Nederlandse volk... afstand willen tot de paus en zijn organisatie. En dat gedrag wat zich niet uitspreekt over een afstand tot de paus en zijn organisatie, dat beschouwen wij als niet patriotistisch, als een niet vaderlandslievend, als niet Nederlands. Dat... Dit, dit kan niet zo doorgaan. Een paus die loopt te vertellen, want als je een wetgeving hebt die niet naar zijn mening niet ecologisch is, dan is dat een zonde. Schrikkelijk. maar zat hier nou ook uh, de, de paus... Ik lees het even voor. Dit zat op Prison Planet, by the way. Uh, had ik al verteld, by the way. Nou, de poop has been talking... In, in het Nederlands doe ik gelijk. Pope, de paus heeft het gehad over um, environmentalism. Ja, hoe is het? Uh, milieuzaken voor al enige tijd. In 2015 beschreef hij... De wereldwijde opwarming als een hoofdbedreiging voor al het leven op aarde. En dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden beperkt. Nou, de laatste twintig jaar is de temperatuur in Nederland niet gestegen. Daar zijn geen bewijzen voor. De temperatuur die er opgesteld, nou die, die, gemo, die, die gemeten is in de beeld waar het KNMI zit, door het KNMI hebben ze in de beeld de temperatuur gemeten. Dat doen ze daar al heel lang. De laatste twintig jaar is daar geen verhoging geconstateerd. Punt. Ja, er waren wat, de laatste paar zomers waren erg warm. Ja. Vergeleken met die zomers daarvoor, hè. Dus die zomers daarvoor waren niet zo warm. En in 2010, 2011 weet ik dat die winter heel erg koud was. Beide winters waren erg koud. Nou, ja, dat tikt dan weer naar beneden toe, hè. Maar de gegevens die heb ik, ik heb bij het KNMI, uh, dat kan jij ook. Dan kan je die temperaturen opvragen. Daar is niks aan de hand. Dus in Nederland is er geen wereldwijde verwarming. Dus de wereldwijde opwarming, als die er al is, die is niet in Nederland. En Rara, hoe kan dat? Hoe kan nou de hele wereld opwarmen volgens de paus... terwijl wij in Nederland daar niks van merken? Ja, ik, ik ben toch niet gekke Henkie of zo. Ga ik nou even verder lezen. Wat hij er nog iets zegt. Oh ja, en dan heeft hij. In juni van dit jaar. Heeft hij. Uh, een globale klimaat, een wereldwijde, wereldwijde klimaat-emergency, een noodtoestand, afgeroepen. En dan ook weer met die mondiale, wereldwijde opwarming. En dat het echt wel ongelooflijk snel in actie moet komen om de broeikasgassen terug te brengen. Want het is een brute daad van ongerechtigheid tegen de arme mensen en de toekomstige generaties. Weet je dat er helemaal geen experiment is gedaan om aan te tonen dat de verhoging van de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer, zoals die heeft plaatsgevonden, namelijk een verhoging van 300 ppm naar 400 ppm, een. Dat is echt niet veel, hè. Dat is 0,03% naar 0,04%. Ja, het is een verhoging van een derde. Maar in het grote geheel... Hè? Dus uh, iemand die... Uh, uh, ja, dat, en bij een onderzoek naar alcoholgebruik... Uh, dan zegt iemand dan jarenlang... Uh, nou, ik drink ongeveer drie Genevers per jaar hoe, dat is niet veel. Nee, zeg niet, man. Dat is alleen op verjaardagen en zo. Dan drink ik een jenever. En drink ik drie Genevers per jaar. En dan het jaar daarna wordt hij weer ondervraagd: en Nou, hoeveel heeft hij dan het afgelopen jaar gedronken? Nou, zegt hij: Ik heb het afgelopen jaar vier Genevers gedronken. Oh, het alcoholgebruik van proefpersoon X13 is gestegen met een derde. Oh. Ja, ze kunnen we overal een probleem van maken. Nou, dan kun jij nog zeggen: well, ja, maar Piri, als de koolstofdioxideconcentratie concentratie van 0,03% naar 0,04% gaat, dan, dan ga je echt voelen hoor. Dat uh, ja, dan wordt de atmosfeer plotseling een heel stuk warmer. Ja, maar er is geen experiment gedaan. En ik heb ook helemaal niet een computermodel gezien wat het daarover heeft. Terwijl dat niet eens zo moeilijk is. Je zou dat kunnen doen met een eindige elementenmethode. En als je mij uh, wat centjes geeft. Ik heb momenteel. Uh, heb ik <laughs> dat is echt wel grappig. Ik heb nou de, weet de standaard uh, schablonenbibliotheek. <laughs> C heb ik uh, behoorlijk onder de knie. Nou, en daar zitten hele leuke faciliteiten in om zoiets als eindige elementenmethode modellen mee op te stellen. Nou, dan wil ik wel een simulatieke doen hoor. Maar die zijn er ook helemaal niet gedaan. En ik ben nu bezig om uh, zo'n experiment te doen. Hè? Tja. Er staat hier onder deze show: een linkje naar die pagina. Maar het is dus helemaal niet gedaan. Dus hoezo broeikasgasvek, broeikasgassen en dat effect? Dat is, waar haalt hij dat vandaan? Nee, het is echt heel erg. Die man die moet gestopt worden. En we moeten terug naar anderhalve graad verhoging in vergelijking met de pre-industriële periode. Nou, dat slaat nergens op. Waarom zou dat moeten? Waarom zou dat moeten? De temperatuur wereldwijd die stijgt, sinds ja, sinds honderden jaren is hij al aan het stijgen. Dat is echt zo. Tijdens de middeleeuwen was hij behoorlijk hoog. En dan na de middeleeuwen is het iets in elkaar gezakt. En toen is hij weer doorgegaan met stijgen. En voor de middeleeuwen was het... Echt kouder, nog veel kouder. En daarvoor ook nog. Dus we even, ja. Het was heel, heel, heel koud. Maar sinds dat heel, heel, heel koud is het alleen maar warmer aan het worden. En ja, als je dan kijkt naar de, de cycli zoals ze vroeger waren, want dit fenomeen is bekend, dan is de verwachting dat wij tussen nu en duizend jaar of zo. Dan hebben we de warme periode gehad. En dan gaan we weer langzaam afkoelen. Dan wordt het we weer kouder, 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 kouder. Maar dan heb je het over een hele lange periode: Zo. duizend jaar. En wat de paus voorstelt met dingen als dat we helemaal geen CO2 meer mogen toevoegen aan de atmosfeer. Nou, dat is, dat is dodelijk voor onze economie. En dan moet je weten dat de hoeveelheid CO2 die wij jaarlijks toevoegen aan de atmosfeer. Dat is ongeveer 1 promiel van de hoeveelheid die er momenteel in zit. Uh, ja. Helpt dat dan echt? Het zijn alleen maar wat de paus wil, daar moeten we ook echt stoppen met alle banden met die man. Die paus is de antichrist. En de antichrist dat is de vijand van de mensheid. Die liegt, die, die zorgt ervoor dat onze dochters worden verkracht, die zorgt ervoor dat onze zonen sterven op uh, slagvelden ver van huis. Voor een oorlog waarvan wij niet weten waarom die ooit begonnen is. Gedenk de Vietnamoorlog, die heeft de paus aangeslingerd. Dat is de oorlog namens de paus. Ik vertel je toch niks nieuws? Wij moeten stoppen met die idioot en zijn organisatie. Ja, daar is het de hoogste tijd voor. Dus. Ja, dat was dus lachen met de katholieke kerk. En dan uh, ja, toch nog even een uh, serieuze afsluiting. Ik kan er ook niks aan doen. Het is ook voor jullie om te begrijpen en om dat door te geven. Om dat door te geven aan je kinderen. Dat er een organisatie is en dat die tegen ons liegt. Want het hele gedoe over het milieu. Dat Komt van het Vaticaan. Het is begonnen, nou niet echt begonnen, maar het heeft een, een, een spurt genomen, een sprint getrokken. Het begin jaren zeventig met een rapport en het heette Grenzen aan de Groei. En dat kwam van de Club van Rome. Het is de paus die erachter zit, achter die milieupaniek, die nergens op slaat. Want de temperatuur in Nederland de afgelopen 20 jaar is niet toegenomen. En de toename die er is gemeten ten opzichte van het begin van de 20e eeuw, die is ongeveer 2 graden Celsius. Nou, dat is geen ramp. En voor de rest is het klimaat aan het veranderen door mijn tante Irene die zei nog, van, ja, ik kan me nog herinneren dat toen ik klein was dat die winters dat we in de winter, vrijwel iedere winter, konden schaatsen. op de Amstelveense poel. Nou, dat kan helemaal niet meer. Die Amstelveense poel is al jarenlang is die niet meer helemaal met ijs bedekt. Dus ja, er is wat veranderd. Nou. Maar dat is toch niet erg? We maken het nou uit. We gaan we toch niet dood aan. En de zeespiegel die stijgt al heel erg lang. Die stijgt al sinds het begin van de 19e eeuw. Dus voordat de industrialisatie begon, begon de zeespiegel al met te stijgen. En dat zal alles te maken hebben met wat ik net schetste dat de temperatuur aan het stijgen is sinds de ijstijd. Dus allerlei ijskappen zijn aan het smelten, met name op het noordelijk halfrond. Dus de Antarctica uh, niet. Waarom dat is, dat weet ik ook niet, maar op Antarctica smelt er helemaal niks. Dat gaat de komende tijd ook niet gebeuren, zegt het KNMI. Maar ja, wel bij de Noordpool en Groenland, en, ja, dat water moet natuurlijk ergens blijven. Dus de zeespiegel stijgt, ja, en dat gaat met een tempo van 1,7 mm per jaar. Ja, dat zijn geen alarmerende snelheden. Dan kom je erbij, dat kunnen we makkelijk aan. En die paus moet zijn mond houden. De paus, nou, Die paus mag wel lekker door blijven kletsen. Maar wij moeten niet langer naar hem luisteren. Dat concordaat moet boven tafel komen. Wij moeten de inhoud daarvan goed gaan bestuderen. Goed kijken waar die man mee bezig is geweest. Waarmee die bezig is dus. Daarmee andere landen gaan waarschuwen. Want die hebben ook zo'n concordaat getekend. En wij dan kunnen laten zien. We kijken. Onze regering heeft buiten ons medeweten dit ondertekend. En hoe zit het met jullie regering? Snap je? En wij heffen dat concordaat op. Gewoon een keurige officiële brief naar het Vaticaan toe. Bij deze zeggen wij het concordaat op. Op dat concordaat staat ongetwijfeld een, een nummer. En dan refereer je eraan. Je doet een, een fotocopie. Een fotocopieën, dat zullen wel meerdere pagina's behelzen. Van het concordaat doe je erbij dat er geen misverstand is over welk concordaat je het hebt. En je zegt dit document, dat zeggen wij bij deze op. En als de paus zegt ja, dat kan niet, dan zeggen wij nou, dat kan wel, want we hebben het net gedaan. Punt. En wij betalen geen cent meer aan de EU. En als de EU daarover wil komen onderhandelen en wil komen kletsen, dan mag best. Die mensen zijn welkom. Maar wij uh, betalen dat niet meer. En als de EU dan gaat zeggen, ja, maar dan gaan we invoerrechten doen bij alles wat in, uh, uh, wat in Rotterdam binnenkomt, ja, daar heeft de EU geen zeggenschap. Hè? Dus wat in bij Rotterdam binnenkomt, het, uh, ja. en wat naar Nederland moet, dan mogen wij zelf bepalen wat wij aan invoerrechten heffen. En wat een product dat doorslag heeft naar het achterland toe, ja daar hebben wij helemaal niks over zou ik zeggen. Ik zou daar niet al te moeilijk over doen. En dan mogen die containerschepen, die mogen die containers allemaal vrachtauto's zetten en die gaan dan naar Duitsland rijden en dan bij de grensovergang dan moet Duitsland daar maar de douane uit gaan hangen. Het is, is ons probleem niet meer. Snap je? Het is best makkelijk hoor. denk er maar eens goed over na. En. Uh, ja, maak het weer een beetje leuk in Nederland. Dat we weer blij worden met die boeren. Dat we weer blij worden. Met, uh, dat we weer trots worden op onszelf. Ja? Nou, dan zeg ik op zijn hamburgs tegen jullie. Tjus <laughs> en dag lieverds.